Een heel goede avond. Marokko beleeft een drama vandaag. Meer dan 1000 mensen zijn daar om het leven gekomen na een zware aardbeving gisteravond. Er zijn ook al zeker 1200 gewonden geteld. De aarde beefde met een kracht van 6,8 in het Atlasgebergte. Het epicentrum lag een 70-tal kilometer van de stad Marrakesh. De afgelegen en moeilijk bereikbare bergdorpen zijn waarschijnlijk het zwaarst getroffen, waardoor het aantal slachtoffers nog kan oplopen. Beelden van een bewakingscamera gedeeld op X, het vroegere Twitter, tonen de paniek op het moment van de aardschok. Het was toen 11 uur in de avond lokale tijd. De aardbeving verraste de inwoners van Marrakesh compleet. In Marrakesh, de stad het dichtst bij het epicentrum, liepen heel wat inwoners en toeristen in paniek naar buiten. Omdat ze bang waren voor mogelijke naschokken, kozen ze ervoor om buiten te blijven slapen. In Marrakesh is vooral het historisch centrum beschadigd, maar wellicht is de bergregio in de omgeving veel zwaarder getroffen. Terwijl midden in de nacht hulpdiensten het puin doorzoeken naar mogelijke overlevenden, komt uit een klein bergdorp een noodkreet. Intussen proberen hulpverleners in dat dorp mensen onder het puin te bevrijden. Tientallen huizen zijn hier ingestort. Overlevenden zitten met hun hebben en houden op straat, terwijl anderen doden en gewonden wegbrengen. Op het moment van de aardbeving waren er zeker 630 Belgen aanwezig in en rond Marrakesh. Dat laat Buitenlandse Zaken weten. Het gaat dan om Belgen die daar wonen of er op doorreis zijn. Op dit moment heeft Buitenlandse Zaken geen weet van slachtoffers. Maar de ambassade in Rabat volgt de situatie op de voet. Minister van Buitenlandse Zaken, Hadj Talabib van MR, heeft contact gehad met de Marokkaanse autoriteiten. Ja, de aardbeving vond dus plaats in het Atlasgebergte, vlakbij Marrakesh. Maar de beving was zo krachtig dat je ze kon voelen tot in Portugal, Spanje en zelfs tot in Frankrijk. Het gaat om de zwaarste beving ooit gemeten in Marokko. We bevinden ons hier in Marokko. Dat is niet op de rand tussen twee tektonische platen, maar ook niet zo ver daar vandaan. Dus dat is de Afrikaanse plaat die je hier ziet en de Europese platen. Die bewegen zo'n beetje schuin naar elkaar toe en daardoor treden daar aardbevingen op. Dat is niet abnormaal. Wat wel abnormaal is, is dat het een magnitude 6,8 is. Die is nog nooit opgemeten en had een intensiteit, dat is dus hoe erg beeft het op het oppervlak, van 7,5. En dat is erg. Dan storten gebouwen in, dan is er heel veel schade. We zullen even een open deur intrappen hier. Het is vandaag bloedheet. Het is zelfs nog nooit zo warm geweest op 9 september in Ukkel. 31,6 graden om precies te zijn. Veel landgenoten zoeken dus verkoeling aan zee, maar daar kampen de cafés en restaurants al langer met personeelstekorten. Het was vandaag dus buitenseizoen, meer dan anders, alle hens aan dek. Zon, zee en strand en volle terrassen. Voor de horeca is dit een welgekomen topweekend. Zelfs al vroeg op de ochtend zit het al behoorlijk gezellig vol. Zoals je ziet, wij zijn vanaf dat we de deuren open doen, vol. Mag ik 1 appelkers en 1 koffietje? Maar simpel is het allemaal niet, want het gebrek aan geschikt personeel blijft de bars en restaurants parten spelen. We hebben veel connecties, veel jongere mensen, vrienden en vriendinnen. Zij kunnen ons een beetje helpen. Maar ik hoor voor veel mensen dat echt een probleem is, want het is echt, iedereen moet werken, moet naar school gaan. En het is echt moeilijk om personeel te zoeken. Krik België of een Liefmans? Vast personeel vinden is heel moeilijk. Wij zijn al maanden op zoek naar een bar- en zaalmedewerker. Maar tot op vandaag is die vacature nog steeds niet ingevuld. Er zijn veel horecazaken die vroeg sluiten. Ik zal zeggen, ja, als je iets gaat eten en je komt rond een uur of wat, dan zijn er zaken bij die dus het niet meer toelaten dat je binnenkomt. Dat kunnen ze wel s'morgens tot s'avonds kunnen ze niet vallen. Ik denk dat dat daarmee te maken heeft dat ze dus ook personeel tekorten zijn. Wie vanavond terugrijdt van de kust naar het binnenland, opgelet, want er zijn grote werken op de E40. Ter hoogte van Drongen wordt vannacht een brug afgebroken. Om 9 uur vanavond gaat de snelweg dan in beide richtingen volledig dicht tot morgen vroeg 9:30.
Ook enkele op- en afritten in de buurt worden tijdelijk afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid. De buurt houdt dan weer beste rekening met geluidshinder. En heel verrassend heeft vandaag Remco Evenepoel de tweede Pyreneeënrit gewonnen in de Ronde van Spanje. Gisteren kreeg Evenepoel nog een oplawaai van je welste en verloor hij bijna een half uur op de favorieten. Maar vandaag is de Belgische kampioen helemaal herrezen. Hij komt alleen aan en wint de 14e etappe. Wat de dreun die hij gisteren kreeg nog meer onverklaarbaar maakt. Na de aankomst kan een emotionele Evenepoel zijn tranen niet bedwingen. Yesterday was a very difficult day, also the evening. Couldn't sleep too much. Had a very bad night, a lot of negative thoughts in my head. And today I woke up and I told to myself, just go for it, make the best of it. En de Rode Duivels hebben hun EK-kwalificatiematch vanmiddag tegen Azerbeidzjan gewonnen. Het werd daar 0-1. En daarmee is eigenlijk alles gezegd, want het was voor de Belgen een wedstrijd om snel te vergeten. Yannick Carrasco scoorde het enige doelpunt bijna per ongeluk. En de Duivels moesten ook een paar keer doelman Koen Kasteels bedanken. Geen uitbundige Rode Duivels na de match. Ondanks een goede start was het een flauwe wedstrijd. We kijken naar Lukak, een eerste keer in de box van Azerbeidzjan. Afleggen en Trossard en daar de bal tegen de buitenkant van de paal. Na 4 minuten al bijna raak, dat belooft denk je dan, maar daar is al meteen de reactie van de Azeris. Hij moet steeds redden en oh, de redding van Theate. De Rode Duivels hebben dan wel het meeste balbezit. Doelman Kasteels heeft voorlopig meer werk dan zijn collega aan de overkant. Het gaat er net iets te slordig aan toe bij de Duivels, maar ook zo kan je scoren. Knallen maar. Door Bakayoko, bal wijkt over, gaat erin. Carrasco en co. beseffen dat het hier wel heel erg mee zit. 0-1 bij de rust. Het krijgt geen vervolg in de tweede helft. Integendeel, het zijn de Azeris die op zoek gaan naar de gelijkmaker. Bondscoach Tedesco brengt wat frisse spelers. Die prikken wel, maar scoren lukt niet meer. De 3 punten zijn dan wel binnen. Van deze ploeg verwacht je meer. Om 7 uur zit Wim de Vilder hier met een uitgebreid journaal. Hij neemt jullie dan mee de Romeinse tijd in Oost-Vlaanderen. Want daar veroveren 300 Romeinen, of toch mensen die zich als Romein voordoen, wel zeker voor de Keizerfeesten. Een feest dat maar 1 keer om de 25 jaar plaatsvindt. Hoe de Romeinen van vandaag overeind bleven in deze hitte, dat is dus voor straks. Wat mij betreft graag tot vanavond laat. Dank voor het kijken. Dag. Elk kwartier wordt interessant met Het Kwartier, de podcast van VRT Nieuws. Elke weekdag vanaf 4 uur in onze app.